Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Weekend lockdown onverkort van kracht. Meer over dispensatie in gesprek met hoofdinspecteur Rachel Deekman. En directie Slans Hospitaal roept op tot gedragsverandering. De weekend lockdown blijft onverkort van kracht. Het is de bedoeling dat met deze maatregel, die de komende twee weekenden van toepassing zal zijn, het aantal COVID-19-positieven omlaag wordt gebracht. De regering vraagt dan ook de medewerking van de samenleving. Ons doel, laat het duidelijk zijn, het doel van de weekend lockdown is niets anders dan dat wij het aantal positieven, het aantal COVID-positieven, welke we nu op dagbasis gemiddeld tussen de 55 en 80 hebben, dat we dat proberen te verlagen naar een acceptabele waarde. En dat zal zijn rond de 25 en minder. Eveneens zal daarmee ook wel geadviseerd moeten zijn dat indien u in het weekend klachten mag hebben, dat u wel de toestemming hebt, uiteraard, om zich te laten testen. Dus als het om testen gaat, dan mag u uiteraard wel naar het ziekenhuis of naar een swabpost waar u getest wordt. Doet u dat op advies van 178 of uw huisarts. Aan de andere kant willen we ook met de beoogde lockdowns zien dat het percentage aan positieve gaat dalen. We zitten nu nog bij de 20% aan positieve, soms een dag minder, een dag meer. Gisteren bijvoorbeeld was het 16%. En we hopen dat deze trend zich verder voortzet. Dus dat de daling aan percentage positieve verder gaat. Met de weekend lockdowns, indien we ons met elkaar committeren aan de beoogde doelen en de maatregelen, dan weten we dat er een daling zal komen. Als die daling genoeg zal zijn om te zeggen dat we tevreden zijn, dat zal moeten blijken na die twee lockdowns. Aan de andere kant weten we ook dat de zorg enorm onder druk staat, heb ik al dinsdag aangehaald, en dat wij proberen alles op alles te zetten, op alles op alles te doen om de zorg nog staande te houden. De reguliere zorg in ieder geval, maar ook de COVID-zorg. Er zijn uitdagingen, maar daarom hebben wij ook de medewerking van de samenleving nodig om onze zorg wat ruimte te geven. En ik ben ervan overtuigd dat met de maatregelen en met de goede handhaving en orde, maar ook met de medewerking van de samenleving, we met z'n allen ervoor zullen zorgen dat de situatie met betrekking tot COVID-19 wat draaglijker wordt. Ik heb een belangrijke mededeling ook namens de regering. Met name dat de EBS, Energiebedrijven Suriname, en de SWM een beroep hebben gedaan via de regering aan de samenleving om in de periode, eigenlijk vanaf nu, heel zuinig om te gaan met water en elektriciteit. Dit komt vanwege verschillende oorzaken, maar één belangrijke oorzaak is dat er technische mankementen zijn, maar ook pompen die niet adequaat genoeg functioneren. En bij een mogelijke uitval van deze pompen, zowel de water- als stroomvoorziening voor ons allen in gevaar kan komen. De mensen van de bedrijven die werken aan het probleem, maar is er garantie voor energie en water, maar het beroep op de samenleving is om zo zuinig mogelijk om te gaan met water en met elektriciteit. Dat is een beroep, het beroep welke gedaan wordt op de samenleving ter eigenlijk garantie van
om de elektriciteit en water voorziening te garanderen. Dit zijn zaken die wij nu nog moeten doorgeven. Ik zou hierbij vragen dus aan collega Kenneth Amoksi om verder in te gaan op het vraagstuk van de handhaving, maar nog specifieker aan te geven waar de mensen rekening mee moeten houden in het weekend. Tijdens de persconferentie eergisteren had ik ook al aangegeven de activiteiten die vanuit de handhaving uit zullen gaan. Ik zeg handhaving omdat de politie ondersteuning krijgt van verschillende diensten. Onder andere van het Korps Penitentiaire Ambtenaren met hun calamiteitenteam. BOG / Volksgezondheid. Arbeidsinspectie. ROS. De bestuursambtenaren. En ook vanuit economische zaken krijgt de politie ondersteuning om de handhaving grondig te kunnen doen. Wat heb ik vandaag? Ik ga zo direct aangeven welke diensten dus open mogen tijdens de aanstaande lockdown komend weekend. Ik begin om aan te geven dat productiebedrijven open mogen die dus een 24 uur werkschema hebben, die ook op de zaterdag en zondag open moeten zijn. Exporteurs mogen open zijn, landbouwbedrijven, ondernemingen in de mining en oil en gas sector, nutsbedrijven, ten aanzien van nutsbedrijven moet ik aangeven dat meestal vitale diensten, zoals storingsdiensten, die mogen opengaan. Ze zijn ook geregistreerd als zodanig. Ik ga door met aan te geven dat food companies en deliveries open mogen. We gaan ervan uit dat mensen, niet een ieder kookt, dus we gaan ervan uit dat het mogelijk moet zijn dat mensen eten kunnen bestellen en die moeten dus dan bezorgd worden. Ik ga door naar bakkerijen. Die moeten misschien ziekenhuizen voorzien en andere instellingen. Dus bakkerijen zijn wel open. Ten aanzien van de bedrijven moet ik wel aangeven dat de mensen hier wel in uniform gekleed moeten zijn. En naast hun bedrijfspas ook een ID-kaart moeten kunnen overleggen. Zodat ze echt, weet je, zodat ze geïdentificeerd kunnen worden. Supermarkten voor de weekend lockdown hoeven niet open te gaan. En ze hoeven ook niet bevoorraad te worden. Dat zou alleen mogelijk zijn bij de partiële lockdown. Luchtvaart en zeevaartondernemingen, dus rederijen, mogen open gaan. Ik ga door met wachtapotheken. Securitybedrijven, de mantelzorg, dan denk ik ook aan individuen die misschien voeding moeten brengen voor bedliegerige en andere behoeftige familieleden, misschien voeding, medicijnen. Dus die mogen wel, maar ze moeten registreren. Ze moeten zich registreren. Dan heb ik gesproken over de thuiszorg. Mensen die moeten dialyseren. Dus die centers zijn dan ook open. Mensen met dringende medische gevallen, situaties, kunnen melden via 105 en ook via het command center. Kunnen die meldingen gedaan worden. De politie zal dan inspelen op deze zaken. Uitvaartbedrijven. Mogen open. Bij begrafenissen moeten mensen zich registreren bij de DC in hun respectievelijke districten. En wel rekening houden met de COVID-19 protocollen die gelden voor zulke zaken.
veevoerbedrijven mogen open. Voor landbouwers, veehouders, kippentelers, deze groepen en hun arbeiders mogen met registratie bij de DC in hun district kunnen ze de werkzaamheden gaan uitvoeren. Meestal zijn de locaties niet waar de mensen wonen, dus hiermee moet er wel rekening worden gehouden en dat doen we ook. Dat ze dus hun zaken mogen gaan doen. De horeca sector, ik heb het al aangegeven, restaurants, fastfoodbedrijven, die mogen open. We houden er rekening mee dat mensen eten kunnen laten bestellen en leveren. Dierenartsenpraktijken, die zijn wel open. Overal kan ik aangeven dat mensen met specifieke gevallen, zij kunnen dus meldingen doen bij de politie via het nummer 105 en via de comment center kunnen de meldingen gedaan worden. Er is een grote vraag naar dispensatiebrieven vanwege de aanstaande weekend lockdown. Hoe geschiet de aanvraag? Welke groepen komen voor dispensatie in aanmerking? En hoe zal de controle eruit zien? Het antwoord op deze vragen en nog andere informatie hoort u van hoofdinspecteur Rachel Deekman van het COVID-19 coördinatieteam binnen het Korps Politie Suriname. Wanneer we het hebben over digitale dispensatie, dan hebben we het over het verlenen van toestemming aan allen die een aanvraag hebben gedaan om dispensatie en die voldoen aan de voorwaarden om dus die dispensatie te kunnen krijgen. En we noemen het digitaal, omdat wij alle aanvragen digitaal hebben laten doen. En ook digitaal hebben verwerkt. En het verstrekken van die toestemming geschiet dus ook digitaal. Het is dus niet de bedoeling dat wij mensen of aanvragers briefjes geven als bewijs van dispensatie. Het bewijs van dispensatie is in een digitaal bestand, welke dus ook dient als controlemiddel bij de handhaving. We zijn op 4 januari 2021 begonnen met het registreren van alle aanvragers en tegelijkertijd ook het in behandeling nemen van dus de verzoeken. Het is een ongoing proces geweest. Er komen nog steeds aanvragen binnen en die aanvragen worden ook nog steeds in behandeling genomen. Die groep is groot. Het concrete aantal verontschuldigt mij daarvoor. Het is wel een vrij grote groep die dispensatie heeft aangevraagd. Als bedrijven zich alsnog kunnen registreren en als er een periode aan gekoppeld was, hierop kan ik zeggen dus dat we van 4 januari tot en met 15 januari alle bedrijven, alle individuen die al geregistreerd waren in de gelegenheid hebben gesteld om te herregistreren. Dus van 4 tot en met 15 was een periode van herregistratie. Die periode is op 15 januari afgesloten, maar de registratieperiode gaat dus gewoon door. De afhandeling gaat dus ook gewoon door. Wat dus betekent dat wij niet een datum hebben vastgesteld waarvan we zeggen en nu houdt het op. Nee, je kunt gewoon doorgaan. Waarom? Ik ga ervan uit dat u kunt denken van ja, maar als we doorgaan, hebben we straks aan heel Suriname dispensatie verleend. Nee, de aanvragen worden daadwerkelijk getaxeerd. Degenen die toestemming hebben gekregen, die hebben gewoon die dispensatie.
Maar dat wil niet zeggen dat je die dispensatie hebt en dan niet die dispensatie zonder voorbehoud. Omdat die groep in de commissie die zich bezighoudt met het verlenen van dispensaties, die blijft controleren, die blijft nagaan als iemand aan wie dispensatie verleend is, of een bedrijf van wie de medewerkers dispensatie hebben ontvangen. We blijven taxeren, we blijven nagaan als de noodzaak aanwezig is. Mocht blijken dat de noodzaak niet aanwezig is, dan wordt die dispensatie wel ingetrokken. De registratie, dus het aanvragen van dispensatie online, geschiet door op de website, die COVID-website te gaan. Het is covid-19.sr. Als u die website open heeft gekregen, dan gaat u naar de tab dispensatie aanvragen. Er gaat dan een formulier open en u vult dan alle vragen in het formulier in. Zo gauw alle vragen in het formulier zijn ingevuld, submit, en dan is die informatie bij ons binnen. De informatie wordt dan verwerkt en indien dispensatie wordt het opgenomen in het digitaal bestand. Als iemand wil weten of aan de persoon goedkeuring is verleend, dan kan de persoon simpel die website raadplegen. Vanuit die website kiest de persoon voor dispensatiestatus. En wanneer het venstertje voor dispensatiestatus open is, dan kan de persoon gebruik maken van het zoekvenstertje. En het zoekvenstertje bereik je door de functie Ctrl+F. Het moment dat het zoekvenstertje open is, kan de persoon de naam, dus de eigen naam, noteren en op naam zoeken. Maar wat ook kan, is dat de persoon kan zoeken op het ID-nummer. En belangrijk bij het zoeken op het ID-nummer is dus dat de cijfertjes en lettertjes van dat nummer bij elkaar geschreven worden of ingevoerd worden, dus zonder spatie. We hebben daadwerkelijk ook de mogelijkheid om een dispensatieaanvraag af te keuren. Als blijkt dat bij het zoeken de persoon niet voorkomt in het bestand, dan heeft de persoon werkelijk geen dispensatie. De commissie maakt dan contact met de persoon als het gaat om een onvolledig ingevuld formulier. Dan wordt er contact gemaakt. In het andere geval blijft het bij de dispensatieverstrekking is afgekeurd. En dan kun je natuurlijk beroepen, contact maken met de commissie en vragen waarom. Op de website zijn er telefoonnummers waar u altijd kan vragen wat de reden is dat de dispensatie dus niet is goedgekeurd. Iemand die een dispensatie heeft ontvangen, die ontvangt het dus niet per briefje. De dispensatie is digitaal. Heeft u dispensatie, dat wil zeggen dat u zich vrij mag bewegen gedurende de lockdownperiodes. En belangrijk is dat zo'n persoon zich binnen een bepaalde zone mag bewegen. En de zones die zijn afgeleid van de route die is aangegeven bij de aanvraag. Iemand die bepaalde route heeft aangegeven, die krijgt dus een paar zones waar de route langs loopt, waar de route doorheen gaat. En daar is de persoon echt beperkt tot die zones. Wie zich buiten die zones begeeft, is dan in overtreding. De bescheiden die nodig zijn om die handhaving of die controle te vergemakkelijken, zijn slechts of een ID-kaart of het rijbewijs. Omdat in het bestand het ID-nummer voorkomt. En met het ID-nummer kunnen we dus controleren. En natuurlijk op het rijbewijs staat ook het ID-nummer vermeld. Dus het rijbewijs is een middel waarmee. Dus u kunt overleggen van kijk, dit is mijn ID-nummer. De politieambtenaar ter plaatse die controleert of het nummer overeenkomt. Met voorkomt, beter gezegd, in het bestand. En als het voorkomt, prima, dan bent u in het bezit van dus die toestemming. Als het gaat om buitenlanders,
dan, of laat me het anders zeggen, buitenlanders die niet in het bezit zijn van een Surinaams ID-kaart, die kunnen het doen met het paspoort. We zijn in een samenleving, het is geen zwart-wit situatie. Dus mocht het zijn dat iets zich voordoet, zeg maar, thuis, we zijn met z'n allen thuis, en iemand binnen het gezin die heeft een ongeluk gekregen, dan zou ik voorstellen dat je gewoon in de auto stapt en rijdt naar die plaats waar je hulp kan krijgen, spoedeisende hulp of noem maar. De controlerende politieambtenaar die taxeert dan ook, die ziet dan ook dat er iets aan de hand is en die zal u laten gaan. Er moet daadwerkelijk iets aan de hand zijn, er moet daadwerkelijk een spoedgeval zijn. Nou, dan kunt u zich echt bij spoedgevallen over de weg begeven. Handig is het ook als u even het dichtstbijzijnde politiebureau informeert van ik heb een spoedgeval, ik ben onderweg en zorg ervoor dat de persoon die hulp krijgt. Dan denk ik ook aan andersoortige spoedgevallen zoals overlijden. Denk ik maar gewoon direct aan dat iemand komt te overlijden, er moeten stappen ondernomen worden. Ik denk aan die groep die bijvoorbeeld al op de volgende dag of dezelfde dag de geliefde te graven wil dragen. Op dat moment is het beste dat die groep daadwerkelijk dus de aanvraag doet. Maar dan niet zoals ik het eerder heb aangegeven. In dit geval gaat de persoon dus niet zonder meer naar aanvragen, maar naar spoedaanvragen. En die spoedaanvragen worden ook als zodanig behandeld, toch? Ze worden gelijk in behandeling genomen. Zodat die spoedaangelegenheid, die spoedsituatie ook dat karakter kan behouden. De digitale periode die start op 1 februari. Dat wil zeggen dat de briefjes die nu in de relatie zijn, de mensen die nu over een toestemmingsbriefje beschikken, die kunnen daar gebruik van maken tot en met 31 januari. Op 1 februari kan dat niet meer. Ieder die lockdown overtreedt, die wordt beboet. Die wet is duidelijk in het noemen van de overtredingen en de daaraan gekoppelde boete. Dus we komen er niet onderuit, die boete zal worden opgelegd. Maar om die controle, om die handhaving te behouden, om te zorgen voor die openbare orde en rust, zoals het hoort, zoals die wetgeving het voorschrijft, zullen we wel de maatregel treffen om de overtreders over te brengen naar de politieacademie. En natuurlijk heeft de politieambtenaar de gelegenheid om te overwegen wie brengen we over. Want een hoogzwangere vrouw, die brengen we het liefst niet over. Maar we willen wel dat de persoon thuis is of bij de familie, veilig bij de familie is. Dus die afweging zal worden gemaakt door de officier die het geheel leidt. Nochtans, het doel wat we willen bereiken is dat we niet grote groepen mensen, dus dat we geen grote groepen mensen bij elkaar hebben. Evenals bij het regionaal ziekenhuis Wanica legt COVID-19 ook een druk op de beddencapaciteit van het 's Lands Hospitaal. In het volgende gesprek hoort u hoe deze situatie van invloed is op de patiëntenzorg en wat wordt gedaan om de algemene dienstverlening te garanderen. Algemeen directeur Dayasankar Matura en medisch directeur Sunita Nananpandey roepen daarnaast op tot attitudeverandering en naleving van de COVID-19 maatregelen. We zijn eigenlijk in maart toen door de eerste keer verrast geworden met de COVID-situatie in Suriname. Maar daarvoor had 's Lands Hospitaal zich eigenlijk al lichtelijk voorbereid op een eventuele COVID-besmetting, totdat het moment daar was. En gelooft u mij, wij waren als ziekenhuis heel direct betrokken bij de eerste opvang van de COVID-patiënten, toen Wanica ziekenhuis dus nog niet zo ingericht was. Voor de opvang, ik denk dat we tot 10, 11 patiënten hier hadden.
Maar die faciliteiten waren hier niet toereikend. We hadden dus het ziekenhuis breed personeel als zorgverleners erop voorbereid wat COVID met zich allemaal kon meebrengen. Dan weet je dat als iets onbekend is, je al gauw heel veel angst ontstaat, afstandelijkheid. Maar intussen weten we ook dat waarin je eigenlijk niet wil geloven dat het bewaarheid wordt, pas als je het meemaakt. We hebben de afgelopen maanden, we zijn nu een jaar verder bijna, meegemaakt dat we zowel patiënten hier hebben, COVID-patiënten, als besmettingen op de werkvloer. Dus mensen die hier zijn besmet of COVID hebben meegenomen naar het ziekenhuis. En toen moesten ook dus geledingen sluiten. Maar goed, we zijn dus nu in de tweede fasering. Na die eerste fasering hebben we de afdeling achterin, dat was de afdeling dermatologie, in de renovatie herinrichting gegooid. Anticiperend op mogelijke COVID-zorg verder. En toen was het een hele poos op nul. Zeker een X-periode bijna, geen besmetting. En dachten, oké, het loopt nu wel lekker. En we hadden de afdeling eigenlijk al in gebruik genomen voor reguliere zorg. Totdat bleek dus dat die tweede golf zich aandiende. Ik zal geen mening geven over hoe dat komt. Maar ik denk als je het al in goede banen hebt, dat je dus de teugels niet moet laten, los moet laten. En het is een beetje uit de hand gelopen met de decembermaand. Het zijn toch achteraf bezien een aantal zaken waar we onze second touch over zouden hebben. En zeggen van, maar moest dat wel? In andere landen in Europa en zo zijn bepaalde activiteiten afgelast. Waren de total lockdowns veel eerder ingegaan en voor langere duur. Helaas hebben we het hier gedaan voor total lockdowns rond weekenden en avondklok met surveillance mogelijkheden van de gewapende machten. Maar desondanks hebben we gezien dat Surinamers alle mazen weten te vinden om die regels te overtreden. Is burgerlijke ongehoorzaamheid ten top. Men trekt naar het binnenland. Men gaat naar eigen gelegenheden, vertiergelegenheden. Men heeft huisfeestjes georganiseerd. Heeft video's gezien van waar mensen gewoon dwars door alle beperkingen grootse feesten hebben georganiseerd met bands en al. De politie komt daar. Men ageert. Je hebt laatst gezien de ruit van de politieauto kapot geslagen. De vraag die er rijst is, is men wel bewust van wat de begrenzingen zijn van de zorgdiensten, de zorginstituten, om eventuele besmettingen in die getallen wel aan te kunnen. En ik ga je zeggen, die grenzen zijn heel dichtbij in het vizier. Dus de ziekenhuizen kunnen ruimtelijke faciliteiten creëren, maar qua human resources schieten we ernstig tekort. En ook qua apparatuur en andere utiliteiten die we aan de dag moeten leggen, daar schieten we ook ernstig tekort. Op den duur is er dus een balans die we moeten opmaken tussen reguliere zorg en COVID-zorg. Als je alleen kijkt naar de topspecialisten, die internisten, intensivisten die aan te pas komen en hun mogelijkheden, dan zou ik zeggen dat ze bijna dag en nacht beschikbaar zijn. Midden in de nacht word je gebeld als intensivist voor een reguliere patiënt, maar je wordt ook opgebeld omdat een COVID-patiënt erg aan toe is en intensief baden moet worden op intensive care voor COVID-zorg. En het zijn min of meer dezelfde mensen die je hebt. Helaas heeft het land een begrenzing qua dat soort gespecialiseerd personeel, maar ook de verpleging. We hebben al landelijk een probleem voor wat betreft de verpleegkundige zorg voor reguliere patiënten. Laat staan wanneer die druk in deze vorm zich aandient met betrekking tot COVID-zorg. En u weet dat je een bepaalde uitrusting moet aantrekken, waarin dus ook een aantal beperkingen zijn. Als je eenmaal een outfit hebt, een PPE, kan je niet naar alle ruimtes begeven, dus je zit ermee. Het heeft ook beperkingen met betrekking tot je menselijke behoeften, je eten en drinken. En als je eenmaal eruit bent, dan moet je weer helemaal je gaan ontsmetten, clean, bijna weer aankleden, uitkleden, douchen, weer aankleden om naar huis te gaan. En als je dus weer erin stapt, dan heb je weer die beperking. En het is dag in dag uit.
U begreep dat net als de burgerij die begint te vervelen van die situatie, ook die zorgverlenenden onder ernstige druk staan. En ook voor hun zijn er grenzen. Niet alleen fysiek, mentaal, psychisch. Dus ze hebben ook te doen met die stress. En natuurlijk het hoog risico dat ze besmet kunnen raken. En het is gebeurd. Niet alleen in Slaans, ook in het academisch ziekenhuis en andere zorgverlenende instituten zijn mensen op de werkvloer tijdens het werken besmet geraakt. Hoe het komt, dat is nog even de vraag, maar mensen zijn besmet geraakt op de werkvloer. En weet dat dat een bepaald effect sorteert naar collega's die misschien nog op de grens beschouwd bereidwilligheid hadden om toch te helpen. Maar dit appelleert eigenlijk tegen dat beleid dat wij dan weer willen gaan doordrukken om de mensen, de burgerij erop te wijzen dat ze toch wel heel veel besef aan de dag leggen hoe groot het risico is dat onschuldige mensen besmet kunnen raken. En dat heeft allemaal ook te maken met attitude en gedragingen van onze burgerij. Niet alleen in Suriname, wereldwijd. U ziet ook die beelden nu in Nederland. Toch? Dat mensen op de straat gaan tegen de gewapende macht. Ageren, toch wel demonstreren. En dan vraag je af, moeten we eigenlijk zwichten voor dit beleid? Of moeten we ons beleid standvastig laten voortgaan? Tot nu toe heeft de regering zich niet laten wegslaan door alle druk. Je ziet ook de berichten die geschandeerd worden op Facebook. Weg met dit, weg met lockdowns. En gooi het open, dan zal je zien waar we gaan eindigen. Er zijn al genoeg doden, COVID-doden in het land. Op de schaal van 550.000 mensen is dat zorgelijk in een korte periode. En de instituten zijn over hun capaciteiten heen, de bestaande capaciteiten. Alle ziekenhuizen hebben hun beste beentje tot nu toe voortgezet om faciliteiten in te richten, om die opschaling te doen. Met daartegenover inleveren van de reguliere zorg. Maar ik begreep dat ook de gewone normale mens die ziek wordt voor andere dingen ook hulp nodig heeft. En dat is het vak voor ons, passen en meten in het ziekenhuis. Aan de andere kant heeft COVID een effect gesorteerd dat mensen eigenlijk een beetje bevreesd zijn om naar het ziekenhuis te gaan en in feite wachten tot het laatste moment om die intensieve zorg die ze moeten krijgen in een ziekenhuis daarvan te komen genieten. Want vaak is het voor sommigen helaas te laat. En dan komen ze vaak te laat binnen. Het kan fatale gevolgen hebben. Dus dat is ook een van de zaken die we heel erg goed moeten beseffen. Dat was Focus. Dit weekend is er een totale lockdown. Blijft u alstublieft thuis. Zo helpen wij met z'n allen de COVID-19-cijfers omlaag te brengen. Bedankt voor uw aandacht. Een fijn weekend.